We hebben hier een moer die vastgeroest zit op een boutje en die wil ik losmaken. Maar ja, je kan met kruipolie dus gaan smeren. Dat duurt nog een half uurtje, denk ik, dat hij dan loslaat. Maar als dat ziet dat die schroefdraad helemaal volgelopen is met roest, nou is de kleine kans dat hij dan weer loslaat. Maar er is nog een andere manier, een geforceerde manier. Je kan hem er ook afslaan. Dus dat lijkt haast onmogelijk voor iemand die dat nog nooit geprobeerd heeft, maar dat gaat zeker goed. Ik kan de beitel achter dit stalen dingetje, kan ik dat slaan, of achter de moer. Ik zou het niet voor de moer doen, want dan hebben we niks. Dus het is de keuze of ik probeer hier achter de moer te komen met een flinke slag met de hamer erop. Of ik heb het vermoeden dat ik meer kans heb om achter dat platstaal door te slaan. Dan slaat dat platstaal misschien wel een beetje krom, maar dat geeft niet. Nou, dan kom ik in ieder geval op een plek waar die niet kan uitglijden. Ik ga dat eens flink op slaan. Dat slaan is ook een kunst apart. Je moet één flinke slag geven. Ik zet hem een beetje onder een hoek, dat hij erachter komt. Kijk, het beginnetje is er al. Ik doe het dus even nog voorzichtig aan, omdat ik eerst een beginnetje wil hebben. Zit al los. Nou. En hij is los.